Op een late namiddag, die naar Dennenaalden rijdt, rijdt een auto met een diep brommend geluid. Aan het stuur zit een man en achterin zit een jongen die naar buiten staat. Die jongen ben ik. Er wordt voorgelezen, we hebben schrijvers die op bezoek komen. Er is een speurtocht waarbij je langs de verschillende instellingen hier op het plein gaat. We hebben een lekkere luisterhoek waar je kan gaan chillen en luisterverhalen kan luisteren. Okay, en wat voor mensen komen hier dan bijvoorbeeld allemaal zo op af? Overdag is het heel erg, zijn het ouders met vrij jonge kinderen, dus tot een jaar of 6, 7. Het is gewoon een heel lekker plekje om dan te zijn. Je kunt zien, je hebt lekker een beetje ruimte om je heen. Je kunt knutselen, lekker boekjes lezen, iets lekkers drinken bij Lux. Dus het is gewoon een heel relaxte plek om 's middags met jonge kinderen de Vierdaagse feesten te vieren. Hi, wat is jouw naam? Jette. Hi, en wat is jouw naam? Feeling. En jullie hebben net naar Bruls geluisterd, hè? Wat was het verhaal wat hij aan het vertellen was? De eerste was, dat weet ik niet meer, en de tweede was dromen. Over dromen. En wat vond je van Brulse verhalen? Leuk. En wat zijn jullie nu aan het doen? Aan het tekenen. En wat zijn jullie een beetje aan het tekenen? Ik ben een stoepkrijtje. En wat ben jij aan het maken? Ik wou net beginnen aan een droom. Oh, okay. En wat voor een droom wordt dat dan? Een grappige. En met wat voor reden doet de bibliotheek dit? We doen dit omdat we het gewoon heel erg leuk vinden voor de stad, dat er van alles en nog wat te doen is. Plus dat het gewoon een hele mooie manier is om mensen weer even met verhalen en met boeken in aanraking te brengen. Want je hebt... waarom is dat zo belangrijk, dat mensen in aanraking komen met boeken en verhalen? Het is gewoon ontzettend fijn als je taalvaardig bent, als je gewoon veel woorden kent, als je makkelijk kan lezen, als je goed jezelf kan uitdrukken. Dat is gewoon heel erg fijn. En dat is op een hele mooie manier kun je dat doen door mooie verhalen te luisteren. En wat zou dan voor jou bijvoorbeeld een beetje het hoogtepunt zijn hier? Wat zou je zeggen, hier moeten mensen echt naartoe komen? Nou ja, wat ze dan eigenlijk net hebben gemist is dat natuurlijk burgemeester Bruls hier op het voorgelezen. Maar als we nu even vooruitkijken naar wat er nog komt. Hebben we bijvoorbeeld morgen Ivan Kudogam. En hij kan fantastisch voorlezen uit zijn Anansi boeken. En wat voor verhalen gaat hij dan bijvoorbeeld voorlezen? Allemaal van de spin Anansi. Dus hij heeft 4 boeken geschreven over de spin Anansi. En dat is eigenlijk een hele slimme spin. En daar zijn allemaal verhalen over. Okay. Nou, dat was het eerste boek. Dank jullie wel.